Hoi. Je middelbare schooltijd. Geweldig. Of verschrikkelijk. Maar vergeten zul je het nooit. Op scholengemeenschap Jan Arends in Alkmaar proberen 200 leerlingen over te gaan naar HAVO 5. Het moeilijkste jaar van hun middelbare school. En dat valt soms niet mee. Hallo, MBO. Het zijn tieners. Emotioneel. Prikkelbaar. Verliefd. Er zijn vriendschappen. Op zoek naar grenzen. Voor de leerkrachten een constante uitdaging. Een gevecht tegen alles wat interessanter lijkt. Ik ben echt heel erg tegen huiswerk. Deze serie laat het dagelijks leven zien van een moderne middelbare school. Ik snap echt helemaal geen kut. De docenten. En de leerlingen. Aan het begin van hun volwassen leven. Deze week. Drie leerlingen die over moeten naar HAVO 5, anders moeten ze van school af. Hallo, MBO. Maar dat valt niet mee als je last hebt van de bijwerkingen van je medicijnen. Zijn het heftige medicijnen? Ik eet Concerta, ken je dat? Of als je net een depressie hebt gehad. Nou, op een gegeven moment, toen heb ik verteld dat ik eigenlijk liever dood wilde en dat ik dat eigenlijk al een keer geprobeerd had. En als je dan voor het MBO kiest, wat dan? Maar nu weet je dus niet wat je wil gaan doen? Nee. Nee. Ja, als ik zit, heel veel succes. De leerlingen hebben voor de les godsdienst opdracht gekregen een presentatie te houden over zichzelf. Vandaag is de 17-jarige Naomi aan de beurt. Nou, ik ben Naomi. Mijn naam Naomi betekent lieflijk. En mijn doopnaam is dus Lianne. Ik ben vernoemd naar een vriendin van mijn moeder. Nou, en ik ben geboren op 14 maart 1996. Nou, wat ik heb meegemaakt. In 2000 is mijn broertje overleden in de buik van mijn moeder. Daardoor is eigenlijk alles wel anders voor mij geworden, want ik ben heel snel bang om mensen kwijt te raken. In 2007 hebben wij pleegkinderen in huis genomen. En nou, die wonen er nu nog steeds. Ik heb twee pleegzusjes en een pleegbroertje. Dat kan heel leuk zijn, maar het is vooral ook lastig. En ja, soms denk ik ook, waarom moet dat allemaal? Dus je hebt het heel goed gedaan. Dank je wel. Naomi en Thijs hebben sinds anderhalf jaar een relatie. Op school zijn ze altijd samen. Wat is er zo leuk aan, Thijs? Vertel. Ja, wat is er nou eigenlijk zo leuk aan? Eerlijk, wat hè? Gewoon eerlijk. Ik kom met Thijs in de klas. En ja, toen begon ik hem na twee weken al wel een beetje heel erg leuk te vinden. Alleen, ja, toen werd het niet echt wat. En toen gingen we met een klasseuitje, gingen we uit eten. En toen was het echt, toen begon het allemaal. Ja, na dat eten zijn we naar mij toe gegaan. Dat was heel gezellig. Ja. Thijs die is gewoon heel lief en kan heel erg om hem lachen. Hij is gewoon zichzelf en dat vind ik gewoon heel leuk. Ja, nou, die is ook heel lief. Die houdt heel veel rekening met me. Ze vraagt bij alles van of ik het leuk vind om zoiets te doen. Ja, voor de rest zij is eigenlijk ook altijd gewoon zichzelf. En als ze iets niet wil, dan geeft ze dat aan. Ze is gewoon ja, eerlijk en oprecht. Thijs wil nooit slapen bij mij, omdat hij dan bang is dat hij gaat snurken. We hebben wel eens bij elkaar geslapen, maar niet samen op de kamer, zeg maar. Want dat is gewoon een afspraak met onze ouders. Ja, wij zijn wel behoorlijk christen, ja. Ja, dat speelt wel een rol. Ik bedoel, het is toch wel makkelijker als je het allebei christen bent in plaats van één. Nou, het gaat wel goed. Ja. Ja, soms is het nog wel een beetje. Ja, maar ja.
dat is logisch. Elke relatie heeft zijn ups en downs. Ja. De 17-jarige Robin staat er niet zo goed voor. Hij zou dit jaar net over kunnen gaan, maar ook net niet. Echt niet eerlijk. Nee, echt niet eerlijk. Ik heb echt zo... Dan ga ik straks blijven zitten door die onverwachte SO. Ik ben vorig jaar blijven zitten, want ja, het gewoon door de discipline die ik dan gewoon niet had. Ik denk van, het komt wel goed. Ik dacht al jaren van, het komt wel goed. En op een gegeven moment komt het niet goed en dan blijf je zitten. En dan heb je gelukkig nog een tweede kans, maar nu moet ik die gewoon pakken. Je hebt geen boek nodig. En ook geen schrift. Meneer, dit is echt niet fair. Nee, ik heb ook nooit gezegd dat ik fair ben. Nee, ik doe normaal. Ik ben een vreselijke vent. Ik vind het echt niet oké. Straks blijf ik zitten, hierom. Ja, ik sta verdomme 5,6. Je mag niet je telefoon gebruiken. Als Robin dit jaar weer niet overgaat, dan moet hij naar het mbo. Dat willen mijn ouders niet betalen als ik blijf zitten. Echt? Ja, dan ga je maar te werk, zeggen ze. Ik ga geen mbo-opleiding betalen voor iemand die niks kan. Nou, bedankt. Je mag wel een rekenmachine gebruiken, maar je mag niet samen doen met een rekenmachine, nee. Nou, lekker, die heb ik dus ook niet mee. Nou, bedankt. Bedankt ja. Dat jij geen rekenmachine mee hebt. Nou, graag gedaan. Oh, wacht, ik heb hem wel. Laat maar. Willen jullie de tafeltjes uit elkaar doen? Ja. Kijk, en jullie ook de tafeltjes uit elkaar? Jij staat tenminste nog goed 7. Jij op laatste 7 terug. Ja. Hallo, mbo. Het is natuurlijk een totale verrassing, maar jullie krijgen een SO. Ja. En dan zul je misschien denken dat dat heel ellendig is. En oneerlijk en gemeen en om jullie te pesten. Nou, het is natuurlijk niet om jullie te pesten. Echt wel. Nee, hè, dat zou gewoon gemeen zijn. Als ik denk dat je misschien je huiswerk niet braaf doet... en dat ik je dan ga plagen met een SO, zodat je het voortaan wel doet. Dat is ook helemaal niet logisch. Maar je krijgt het wel. En je moet maar zo denken, er is één iemand voor wie het altijd nog rottiger is dan voor jullie. En dat is namelijk voor de ongelukkige idioot... die al deze flauwekul zo dadelijk moet nakijken. Ja. In verband met mijn voorliefde voor nakijken... alle opties die ik krijg om onder nakijken uit te komen... die grijp ik met beide handen aan. Dus als je babbelt of je maakt een verkeerde beweging... of je knippert te vaak met je ogen of je schraapt je keel te veel... dan krijg je een 1. Yes, duidelijk. Jullie helemaal tegen de muur aan die kant. Mag je nu niet meer babbelen. Heel veel succes. De overgang van HAVO 4 naar HAVO 5 is heel lastig. 25% van de leerlingen gaat niet over naar HAVO 5, 15% dubleert en 8% komt op het middelbaar beroepsonderwijs terecht. Omdat het verloop zo grillig is, voeren de docenten regelmatig overleg over hoe de leerlingen ervoor staan. Probeer de leerlingen zo goed mogelijk te plaatsen voor het komende schooljaar. Wil je deze resultaten niet bespreken met je leerlingen? Want het is nog steeds een prognosevergadering, geen definitieve vergadering. Robin, met 2,5, HAVO 5. Het wordt een beetje kantje boord, want ze heeft natuurlijk nog 1 toets te gaan. Maar het wordt wel een lastige toets. Er staat een 6,5, maar er staat eind een 6. Moet dat niet een 7 zijn? Ja, als 6,48 is, is net... Oké, okay, dat is het geval. Ja. En dan Thijs, HAVO 5. Nou. Is ook een zittenblijfster, staat nu een 4 en een 5. En oriënteert zich nu op het mbo. Ik doe nu al 4 jaar HAVO, maar eigenlijk leverde ik al 4 jaar gewoon topprestatie. Omdat ik het eigenlijk gewoon niet kan. Vanochtend voelde ik me gewoon niet echt top. Was verdrietig, omdat het een beetje als falen voelt. Meneer Verkuil is teamleider van HAVO 4. Naast lesgeven coacht hij het docententeam en begeleidt hij leerlingen. Wil je eerst vertellen wat er gebeurd is of wil je dat niet? Nou, ik had gisteren een beetje gesprek met mijn ouders over alles. Gewoon over school en thuis en alles wat er speelt. En daarom ben je vandaag wat emotioneler? Ja. Oké. Okay. Was het een goed gesprek? Dat wel. Oké, nou dat is in ieder geval mooi. Ja. Zijn er dingen duidelijk voor je geworden? Ja, ook wel. Leg eens uit, wat dan?
Nou, gewoon met school en zo, wat ik moet gaan doen. Mijn ouders die gaan me gewoon helpen. Omdat ik het gewoon echt niet weet. Dus, Je weet echt niet wat je wil gaan doen? Nee. Nee. Je twijfelt nog ontzettend. Ja. Nog steeds of je wel naar HAVO 4 of naar HAVO 5 moet gaan? Nee, ik ga wel van school. Je gaat wel van school. Ja. Maar nu weet je dus niet wat je wil gaan doen? Nee. Nee. Heb je daar al met mevrouw Niederhoff of mevrouw Malmberg over gesproken? Ja, met mevrouw Malmberg. Oké. En wat is er uitgekomen? Verpleegkunde. Kijk, vind je dat zelf ook? Ja, alleen daarna ben ik weer bij de psycholoog geweest. En die raadt dat me... Ja, hoe zeg je dat? Die raadt het me af. Want? Dat sociaal gewoon niet helemaal goed gaat, zeg maar. Dus zegt ze dat het beter is als ik niet met andere mensen nog dat ga doen. Moeilijk, hè? Ja, want ik moet nu. Kijk, ik wil niet tegen het advies van de psycholoog of tegen je ouders ingaan. Maar we moeten natuurlijk wel iets zoeken wat bij je past. Ja. En het moet ook wel een beetje snel, want het jaar is al bijna voorbij. Ja, het moet ook een beetje snel, ja. Eigenlijk ben je gewoon teleurgesteld over wat er gisteren... wat je te horen hebt gekregen over die verpleegkunde. Dat je dat niet kunt doen. En nu moet je eigenlijk daar weer overheen zetten en kijken wat je op voor opleiding je wel gaat gaan doen. Ja. Er zitten veel leerlingen bij die heel hard werken en steeds op hun tenen moeten lopen. En dan nog laag scoren. En dat gaat enorm knagen aan je zelfvertrouwen. En daardoor krijg je een heel negatief zelfbeeld. En wanneer die leerlingen dan overstappen naar het mbo... zien ze dat ze door middel van de inspanning die ze leveren... ook goede cijfers kunnen halen. En dat is voor hun zelfvertrouwen heel belangrijk. En via het mbo kun je ook een hbo-opleiding gaan doen. Zo, was het moeilijk of was het goed te doen? Het was goed te doen, hè? Bedankt voor het ruïneren van mijn HAVO-diploma, meneer. Bedankt voor je medewerking. Hallo, stil, klaar, uit. Telefoon is allemaal gewoon weer even weg. Ga ik niet nog een keer vragen vandaag? Zij zeggen ja, maar dat zegt hij toch altijd 50 keer, nu niet. Helemaal weg. Wij gaan het hebben over kansrekening en ik wil weten wat jullie daar nog van weten van het vorige hoofdstuk. Als ik zeg, zo dadelijk wijs ik iemand aan en die stuur ik eruit. Gewoon willekeurig iemand. Ja, dus niet Robin omdat hij door me heen leutert nu, maar gewoon willekeurig iemand. Ja? Dan heb je allemaal een even grote kans om eruit gestuurd te worden, toch? Jij bent er met een telefoon aan het spelen. Nee, was ik niet. Was mijn rekenmachine. Was mijn rekenmachine. Nee, want die ligt daar. Suppig. Dat was mijn armband. Geef eens. Dat was mijn knie. Bedankt. Bedankt. Goed. Zo vervelend. Waanzin. Ga ik allereerst eens, begin ik zo te snijden. Waar is jouw iPhone? Ik heb je nog helemaal niet zien pakken. Hey. En ik wil aan iemand vertellen wat ik nou precies over heb. Dan kan ik zeggen, ik heb twee stukken taart over. Dat is waar, toch? Maar kan ik daaruit opmaken hoeveel taart dat dan is? Hij is zo dichtbij en toch zo ver weg. Ik denk wel dat ik zonder mijn mobiel zou kunnen, maar ik denk wel dat het heel lastig wordt. Het is eerst even afkicken, maar dan vervolgens is het vast wat erop. Stil, doe die mobiel weg. Doe je mobiel weer weg. Mr. Verslaafd. Oké. Okay. Annemieke, mobiel weg, tas weg. Als ik denk aan de HAVO4-generatie van nu, dan denk ik gelijk aan mobieltjes. En dan denk ik gelijk aan die eeuwige WhatsAppjes. Ik vraag me echt af waar ze dat geld vandaan hebben. Kevin zit met zijn mobiel. Ik wacht hoor, ik leg even de... Even geven. Ik kan me niks zeggen. Ja, dat kan wel zijn. Ik vind die docenten ontzettend overdrijven, want zij hebben zelf ook mobiele telefoons. De mobiele telefoons van docenten die liggen op tafel. En als ze gebeld worden, lopen ze de klas uit en dan gaan ze bellen. Kijk, wij hebben met elkaar afgesproken, een mobiel mag niet hoorbaar of zichtbaar zijn in de les. En dat is de afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Robin, jij zit nu onder je tafel met je telefoon te spelen. Hoop ik dat het je telefoon is. Je moet daarmee stoppen en de handjes netjes boven tafel. Hartstikke goed. Mag ik even de aandacht? Ik heb een mobiel afgepakt van u en die heb ik hier neergelegd. En nou is iemand zo
aardig geweest om hem weer terug te pakken. Dat is niet de bedoeling. En Huub heeft hem ook niet, zegt hij. Dus ja, waar is hij? Ik weet wel dat toen de mobieltjes net inkwam, waren leerlingen verplicht om een mobieltje in een kluisje neer te leggen. Moet je vandaag mee komen. Als een mobiel nu wordt ingenomen, dan heb je al ouders die aan de telefoon hangen van hoe kan ik mijn kind nu bereiken. Hè? Terwijl we vroeger natuurlijk dagenlang onbereikbaar waren. Ik ben vastgegroeid aan de telefoon. Ja, dat is echt zo in de les. Ja, dat is echt heel erg. Altijd als ik hem voel trillen of hoor trillen, dan moet ik hem even pakken. Want dan moet ik even kijken wat diegene gezegd heeft. Dat gebruik ik hem heel vaak. En zegt. Ja, ik zou ook niet echt niet zonder weten wat kunnen. Ik zonder zou moeten, inderdaad. Ik denk niet dat het minder wordt. Ik denk alleen maar dat het meer wordt. Dus misschien moeten we ons lesmateriaal erop aanpassen. Ik kom maar. Ik weet het. Ik vergat mijn iPhone. Wat zeg je nou wel? Ik mag het vergeten. Mag ik hem? Nee. Ik had toch tegen jullie gezegd dat je daar niet mee moet spelen? Maar ik kijk alleen maar. Nee, serieus. Echt maar, ik zweer het. Ja, maar je hebt een horloge om, dus het is een zeer ongeloofwaardig verhaal. Nee, maar deze staat niet goed. Jongens, voorzin is beter dan smoesen. Jij zegt nee, het was mijn rekenmachine terwijl je rekenmachine op tafel ligt. En jij zegt ik keek hoe laat het was terwijl je een als horloge om hebt. Als ik mijn telefoon op gaat mijn sociale leven over. Nou, u mag al mijn berichten checken. Het is ik eigenlijk heb andersom. Is het jou nooit opgevallen dat mensen die slecht bereikbaar zijn, dat die veel interessanter zijn? Nee. Dat is echt zo. Dat is echt niet waar. Ja, dat is echt zo. Je moet het slim aanpakken. Je moet niet de hele dag aan iedereen berichten sturen. Je moet zorgen dat je een beetje onbereikbaar en mysterieus bent. Ja, maar dat doe je altijd in het begin. Maar dat ben ik ook. Ik heb ook helemaal niks verstuurd. Ik mag het checken. Ik ga niet in jouw telefoon kijken. Nee, dat zou ik ook niet doen. We moeten dit niet meer doen. Volgende keer hou ik hem. Thijs heeft een zwaar jaar achter de rug en is bezig uit een diep dal op te krabbelen. Ja, het is heel kantje boord geweest. Gelukkig waren mijn ouders net op tijd. Ik was altijd wel een energiek persoontje. Maar mijn ouders die merkten dat ik steeds van school kwam ik thuis. Nou, ik was altijd chagrijnig en ook, ja, verdrietig of zo. Ja, het was heel raar, want het werd steeds meer en meer en meer. En op een gegeven moment, mijn ouders die dachten bij zichzelf van ja, het is toch niet helemaal de Thijs die we normaal zien. En nou, op een gegeven moment, dat weet ik nog best wel goed, toen ben ik heel paniekerig naar beneden gegaan. En toen heb ik verteld dat ik eigenlijk liever dood wilde. En dat ik dat eigenlijk al een keer geprobeerd had. En ja, toen zeiden ze van ja, dit gaat zo niet. Mevrouw Siegel is zorgcoördinator op het Jan Arends. Sinds de school op de hoogte is van de depressies van Thijs, komt hij regelmatig op gesprek bij haar. Nou, hoe gaat het tweede deel? Stukken beter dan vorig jaar. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja, ik sta er ook veel positiever in. Dus ik ben ook klaar met mijn sessies bij mijn therapeut. Oh, je hebt je ook afgesloten. Ja. Nou, mijn vader die... daar had het vooral mee te maken. Die heeft zelf ook een chronische depressie. En die is ook arbeidsongeschikt verklaard na een ongeluk tijdens het hardlopen. Dus ik wilde heel veel zeg maar, voor hem recht zetten, maar dat kan ik eigenlijk gewoon helemaal niet. En daardoor had ik het idee dat ik heel prestatiegericht moest zijn. En dat verhaalt mezelf zeg maar, een beetje op. Toen je hier kwam de eerste keer in de vierde... Ja. Nou, dat was best wel even zoeken voor jou, hè? Dat voelde ook niet altijd goed. Nee, die klas was ook heel erg prestatiegericht en zo. En je moest eigenlijk... op een gegeven moment had ik het idee dat je eigenlijk zo goed mogelijk jezelf moest presenteren. En dat vond ik eigenlijk alleen maar irritant. Mm. En daar voel ik me ook niet echt makkelijk bij op dat moment. Nee, en nu doe ik gewoon in de klas, ik doe best wel debiel. Maar het maakt me helemaal niks meer uit. Zeker met in mijn mentorklas, daar zit ik bij twee andere doublanten die ik best wel goed ken. Ze zijn ook best wel goede vrienden en zo. Dus ja, daar kan ik gewoon heel raar doen en zo. Ja, dat doe ik dan ook wel. Ja,
is dit dan voor flauwekul? Ik heb een hoop geduld, maar het is op. Tijdens mijn depressie heb ik heel veel aan haar gehad. Zij was, stond altijd voor me klaar. En ja, ze heeft me echt ontzettend geholpen daarmee. Dus ja dat vind ik ook gewoon geweldig, ja. Jij? Nou ja, ik heb ook wel heel veel aan Thijs. Ja, als ik er gewoon even doorheen zit, dan kan ik ook altijd bij hem terecht. Gewoon, ja, dan is hij ook gewoon wel heel lief voor me. Femi en Naomi kennen elkaar van jongs af aan. Kennis. Daar hou ik van. Weet je nog dat ik op de grond lag? Ik weet nog wel dat ik dit jaar dat ik best wel een beetje depri was met de kermis. En toen had ik nog, voordat we de kermis opliepen, had ik een hele fles passie leeggedronken. In mijn eentje. En toen liep ik als enige daar zo. Jallend liepen we daar naartoe. En jullie liepen, ik flikkerde steeds bij over al die steentjes. Oh, al bierflesjes en dingen. En zaterdag is Thijs is het weekend alleen thuis is, dan ga ik zaterdag waarschijnlijk daar slapen. Mag ik nou van jou slapen eigenlijk? Nee. Wat zeg je dan? Slaap bij Femi. Nee, ik ben wel gewoon eerlijk. Maar dan zeg ik of zo dat we naar de bios gaan en dat we een late film hebben. Dus dat ik dan blijf slapen. Meneer, ik denk dat ik volgende week dinsdag die toets wil inhalen. Dus dan moet ik dan voor die les gewoon laten zien dat ik alles heb gemaakt en gedaan. En dan, ja? Ja. Studies. Gegeven de participatiegraad, zoek dat thuis rustig op wat dat betekent, lijkt het me niet heilzaam dat ik nu doorga met het voordoen van de sommen, zodat jullie die van jullie kunnen nakijken. Omdat het nakijken impliceert dat daarvoor iets gebeurd is, vandaar het woord na. Ja, ik heb het vermoeden dat wat daarvoor had moeten gebeuren, dat nu met terugwerkende kracht alsnog moet gaan gebeuren. Dus jullie gaan de sommetjes afmaken en als je een vraag hebt, dan hoor ik het graag. Yes? Yes. Robin. Zeker. Sommen maken, man. Je had de goede voornemens, je wilde over. Je wil ook nog herkansen bij mij. Je wil zo dadelijk herkansen, dus dan moet ik een proefwerk voor je maken. Dan moet ik gaan zitten nakijken, kost allemaal hartstikke veel tijd. Dan zit je bij mij in de les en zit je met een telefoon te spelen. Dat is toch niet handig? Nee, is het ook niet, man. Nee, dat geeft een verkeerd signaal. In deze les is het gewoon niet te concentreren. Je hebt het helemaal niet geprobeerd. Jawel. Je moet het 50 minuten lang proberen. Als het dan niet lukt, dan mag je concluderen dat het niet gaat. Heb je het al 50 minuten geprobeerd? En les duurt per definitie niet. Nee, dus proberen. 27. Ik was trouwens dinsdag bij de psychiater. Ja. En hij heeft de diagnose vastgesteld. En het is dus dat ik nu echt ADD heb. En daar krijg ik medicijnen voor. Maar wat is nou ADD, leg eens uit? Het is eigenlijk hetzelfde als ADHD in je hoofd. Maar bij ADHD dan, ja, zit nog het drukke bewegen erbij. Oh, oké. Okay. En de symptomen die erbij horen, Naomi, wat zijn dat dan? Nou, gewoon dat het heel druk is in mijn hoofd. Is dat ook zo? Ja, best wel. En dat ik gewoon niet kan concentreren. Dat als ik ergens mee bezig ben, dat ik daar 5 minuten aan zit en dat ik daarna weer wat anders ga doen. Oh, ja, je kan niet zo lang op iets concentreren. Dan vergeet ik dat andere weer. Ja. Je kookt zeker nooit eten dan. Wel een mooi excuus. Dat je zegt van ja, ik heb ADD, dan kan ik geen eten koken, want dan loop ik zo weg en dan vergeet ik het weer. Misschien hoef je dan in de rest van je leven niet te koken. Nou, ik kan ook niet zo goed koken. Nee, dat moet je zo houden. Ik kan niet pannenkoeken bakken. Nee, dat kan ik ook niet. Wat zou je nou willen worden, weet je dat? Nee, ja, rijk. Maar dat is makkelijk gezegd. Nou ja, je kan een rijke man zoeken. Ja. Nou ja.
Gaat op. Echt waar? Heb je al verkering? Matthijs? Ja. Leuk. Gaat hij rijk worden? Weet je niet. Wel leuk. Hè? Matthijs gaat goed, hè? Matthijs gaat naar HAVO 5. Ja. Ja. En jij gaat naar het MBO. Ja. Ja, ik heb vertrouwen in de toekomst. Nu wel weer. Ik ga gewoon voor mijn HAVO-diploma. Dan wil ik HBO, dus de ALO, Sportacademie, doen. En ja, dan hoop ik een baan te krijgen als gymdocent. Ik zit ze aan mijn haar. Je dreadlocks. Ja, mijn dreads. Ik heb geen water voor je. Ik had nogal zo koud, maar niet meer. Ik straal warmte uit. Of ik ben het zonnetje in huis. Of ik ben gewoon heet. Ik ga gewoon. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, doe dat. Ik ben wel een beetje jaloers aangelegd. Dat speelt wel op. Als ik gewoon merk dat hij heel veel aandacht krijgt en zo van andere meisjes, dat vind ik soms wel een beetje moeilijk. Dus Iedereen is samen dan wel op dag 4. Ja, ik. Vind je het goed is dat we op dag 4 even. Nu mag het nog. Ja, dat vanaf volgend jaar kan dat niet meer. Nee. Dan wordt Naomi boos. Oh ja. Nee. Wat heb jij met mij? Wat? Wat heb jij met mij? Ja, wat ik met jou heb? Scheikunde. Nee. Naomi, die kwam naar me toe. Geweldig. Best friends forever. Je krijgt wel veel aandacht. Valt wel mee. Nou, dat komt gewoon omdat hij een hele leuke jongen is. Maar dat vindt hij zelf alleen niet. Daar hebben we ook vaak een discussie over. Ja. Thijs, waarom doe je me dit nou aan? Ik heb iets nodig. Ik zie wel redelijk negatief. Kijk ik op mezelf neer. Dus ik vind wel meevallen hoe leuk ik ben. Omdat het kan. Wat ik ook heb gelezen is dat zij zei van... Oh, zou ik een foto in mijn BH naar je sturen? Echt? Ja. En dan zie je dat ze met elkaar snapchat. Ja. Ik zou echt gek kunnen. Dan denk ik ook van. Misschien stel je ook waar, maar je hebt er alle reden voor. Naomi vond het niet leuk wat we net zeiden, hè? Weet je dat? Zij heb wel de hele dag met Thijs. Ja. En we zeiden toch van, nou, ik zou er helemaal maf van worden als ik de hele dag. Natuurlijk kan je elkaar niet een dag niet spreken, eigenlijk. Maar zij heeft de hele dag. Ook gaat ze uit. Dan zit ze alleen maar op de telefoon te appen met hem. Dan denk ik, ja, wat heb je er dan? Blijf dan lekker thuis. Dan ga dan lekker naar hem toe of zo. Ja. Anders heel snel de school inloopt. Mevrouw Sierhuis is docent maatschappijleer en mentor. Ze begeleidt en adviseert leerlingen daar waar nodig is. Hoe is het, Naomi? Ja, wel goed. Toen zei je dat er nog een test gedaan zou worden. Is die gedaan? Oh, van ADD. Ja, wat is er uitgekomen? Nou ja, ik heb nu wel pilletjes voor mijn concentratie en zo. Oh, wat zijn dat voor dingen? LTO. En wat moet het doen? Nou, dat zorgt dat je je beter kan concentreren of zo. Dat je rustiger wordt, denk ik. Nou, voor mijn gevoel helpt het wel op zich. Ja. Wat zijn dan de effecten? Nou, ik had bijvoorbeeld een luistertoets dinsdag. En toen dacht ik wel, nou, op zich. Ja? Ja. Wat goed. Oh. Ja. Nou, dat is wel fijn dat je ziet dat die pilletjes dan effecten hebben. Ja. Ik wil even water drinken. Ik voel me niet goed. Doe maar.
weet dat ik in de les moet zitten. Ga zo naar de sluiten. Of ga je niet spelen? Jawel. Ik ga niet naar. Ik heb Boulard. Oh. Even goed. Het eind van het schooljaar is in zicht. En de tijd voor Naomi om een keuze te maken voor een mbo-opleiding begint te dringen. Voor jou is de avond toch best wel makkelijk, of niet? Ik heb het hele jaar denk ik 5 keer een boek open gehad nagedacht. Naomi's moeder is naar school gekomen om samen te zoeken naar een oplossing. Ik heb een afspraak met meneer Verkuil. Oké. Ja. Goedemorgen. Emma. Nou, kind. Ja, had je lekker lees. Ja, van harte welkom. Ja. En ja. We gaan praten over jouw toekomst. Ja. Die psycholoog die zei van, je moet gewoon even iets doen waarmee je eigenlijk alleen maar denkt, nou, dit vind ik gewoon leuk om te doen. Bijna even een tussenjaar. Want ze zei, je begint gewoon ergens aan en niet eens met het idee van, nou, daar moet ik straks mijn werk van maken. Maar start maar met iets. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel. Ja. Maar dan heeft het ook te maken met het reizen. Ja. Wat nog heel spannend is, van moet je er dan ook nog weer bij gaan doen. Dus het handigste zou gewoon zijn als hier iets als we hier iets konden beginnen, zeg maar. Maar goed, het Horizon College, dat komt dan eigenlijk wel een beetje dichtst in de buurt, hè? Nou, het wordt dus in ieder geval het Horizon. Ja, dat denk ik dan wel. Ja, ik denk dat wij gewoon op een gegeven moment zeggen, nou, dat gaat het worden. Ja. En dat het, ja, dat klinkt dan misschien een beetje streng, maar dat het misschien maar zo moet gaan. Dus dat we deze week op gaan geven. Ja. Maar ja, dan moet je een keus maken. Ja. Ja. Nou ja, dan gaan we dat zo doen zoals wij dat hadden besloten. Hè? Ja. We leggen de 2 dingen op tafel. Ja. En dan zeggen we 1 of 2. Ja. En je kan altijd nog HBO doen daarna. Dat is altijd nog een mogelijkheid. Nou ja, dat is nog even niet aan de orde op dit moment. Maar goed, ik bedoel te zeggen, kijk, want dat kwam ook wel uit dat intelligentieonderzoek, hoor. Dat is toch eigenlijk best wel aardig boven de kunnen zitten, heeft zitten werken. Ja. En ja, dat wisten we eigenlijk van aanvang wel, hè. Ze had een VMBO-advies vanuit de basisschool. Ja. Toen kwam ze natuurlijk hier en toen was de score dusdanig. Dan zei hij, joh, doe dan die dakbankklas. Ja. Ja, toen was daar natuurlijk een leuke vriendin. En het ging eigenlijk steeds wel aardig. En de wil was er ook wel, ja. En dan zijn de omstandigheden bij elkaar genomen. Maar ja, goed, het is natuurlijk net wat u zegt. Je zit boven je kunnen. Je moet natuurlijk altijd maar heel hard werken om net aan te kunnen haken of net niet. Ja. En dat doet je zelfbeeld en je zelfvertrouwen ook geen goed. Ook geen goed. Dus dat is ook wel de reden waarom die psycholoog zegt van, nou, ga eens even iets doen waar je gewoon succes mee kan halen. Nou, dat is ook heel belangrijk. Nou ja, en het omgaan met leeftijdgenoten. Hè? Met vriendinnen, hoe je daar gewoon handig mee op kan reageren. Ja, dan kreeg je toch ook dan wel eens eventjes te horen van, ja, waarom zeg je niks of waarom reageer je niet? Nou ja, als je dat gewoon niet kan, primair, dan is dat natuurlijk best wel lastig. Ja, dat is natuurlijk helpend. En voel je onveilig, hè? Ja. Ja. En dan is het natuurlijk mooi dat je dan geholpen wordt. Dat je wat handvatten krijgt om daar ook in de rest van je leven wat mee aan de gang te kunnen. Ja. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Ik ga hem nog lang niet missen, jongen. Ik heb het niet gehaald. Weet jij er dan weer? Ja. Heb je zin in je rijles? Mwah. Wat mee? Ik krijg het anders. Misschien.
Naomi ziet er tegenop dat ze volgend jaar niet meer bij Thijs op school zit. Dan ga ik hem ook heel erg missen. Maar ik heb alweer... daar kijk ik wel in de toekomst naar. Ik ben nu voor mijn rijbewijs bezig en ik heb een poegje gekocht. Zo'n lelijk oud brommertje. Dus ik kan nu heel makkelijk op en neer even bij haar langs. Voor die kleine uurtjes of zo. Want wij zeggen altijd elke seconde telt. Ja, precies. Wat sta je nu? 5,7, 5,8. Oh, dat wil ik ook. Maar ik kan tenminste, ik denk dat mijn mondeling zal het niet meer echt onvoldoende halen. Ja, stress. Het is toch dat laatste week, Jan, toch een paar cijfers is dan wel spannend of je dan wel gaat halen. Ik heb altijd dat het aan het eind van het jaar gewoon echt kantje boord is, zeg maar. En ik denk ieder jaar van het komt wel goed. En vorig jaar kwam dat dus niet goed en bleef ik zitten. En nu een goede start gemaakt en dan denk ik van hoef ik niet te stressen aan het einde. En alsnog moet ik stressen aan het einde om het goed te krijgen. Wat ik geschiedenis ook heel kut maak, dan sta ik 3 of 5, ga ik ook niet over. Je hebt nog uren dat je bij de leraar langs kan. Nou, als meneer Spuibroek daar zit, ga ik gewoon naar zijn voeten likken desnoods. Ik weet niet, ik wil gewoon echt een goed cijfer. Ik heb wiskunde verneut, ik kan mijn hele. Oh, wiskunde heb ik ook verneut. Naomi, kan ik jou nog even spreken? Omdat de medicijnen toch niet goed werken, heeft Naomi andere gekregen. Ik heb je de les hier helemaal niet zien werken. Ik ben niet met een stencil bezig gezien. Komt dat wel? Oh, meid. Wil je even op de gang verder praten? Ja? Ik heb gisteren voor het eerst mijn medicijnen. En daar heb je gewoon een beetje bijwerkingen bij. Dat heb je niet altijd met de gang, ja. Maar je hebt je medicijnen gehad voor de eerste keer? Ja. Ja, en? Nou, en daar voel ik me gewoon een beetje... Ja, ik weet niet. Gisteren was ik nog heel vrolijk. En ja. Nu ben ik gewoon heel erg down en weet ik niet. Zijn dat bijwerkingen van de medicijn, dat je weet? Daar hebben ze wel voor gewaarschuwd. Ja, ik heb het gisteren even gelezen. Ja. En je hebt... want dat zijn van die pilletjes, die nieuwe medicijnen die je nu krijgt. Ja. En je hebt niet geslapen, dat kan er ook mee te maken hebben? Ja, het werkt 16 uur of zo. Weet je, en dan kan je niet slapen omdat je ligt te malen? Of ja. Over school of over wat je gaat doen? Ja, over heel veel dingen. Eerst zat ik gewoon te denken en toen kon ik niet slapen. Toen kreeg ik opeens een enorme huilaanval. Oh, in bed alleen? Ja. Oh, ja. Dus... Heb je erover kunnen praten thuis? Ja, met mijn moeder. Ja. En er was wel het advies om dan toch even naar school te gaan. Ja. Ja. Nou, goed dat je dan gekomen bent. Ja, maar ik was net dus heel even... Ja, nee, ik snap het. Het is voor jou een heel heftige periode. Veel in je hoofd. Veel keuzes en spanning daardoor. En ook nu nog die nieuwe medicijnen. Snap ik wel dat het een beetje te veel is. Ik was een beetje verdrietig, want ik slik sinds gisteren medicijnen. Ik lag eerst een beetje te denken en zo. Daarna kreeg ik opeens vette huilaanvallen. Echt? En toen kon ik nog steeds niet slapen. En toen voelde ik me een beetje raar en een beetje... Zijn het heftige medicijnen? Ik eet Concerta, ken je dat? Nou ja... En dat zijn de bijwerkingen die je heel erg... Ja, ik weet niet. Ik heb het niet echt heel goed gelezen, de bijsluiten. Nee. Ik zou eerst misschien ook antidepressiva slikken, maar dat had ik toch maar niet gedaan. Nee. Daar kom je best wel moeilijk weer af, hoor ik. Dus... Hey, Naomi. Ik kom afmelden. Afmelden? Ja. Even kijken. Nou, ik weet wie je bent, dus... Als je eventjes... Oké, dankjewel. Bel als je thuis bent. Ja, ja. Komt goed. Oké, nou, het beste. En dan is de kogel door de kerk.
Naomi en haar ouders hebben besloten dat Naomi een mbo-opleiding tot onderwijsassistent gaat doen. Is het gebeurd, hè? Ja. En? Ik ben wel blij. Leg uit. Ja, ik weet niet. Het was er eigenlijk opeens zomaar dat ik dacht, nou, ik ga dat gewoon doen. Oké. Onderwijsassistent. Ja, ik had er een beetje met Lois over gepraat. En toen... Toen voelde het goed. Ja. Wat lijkt je er zo leuk aan? Nou, ik wilde eigenlijk al vanaf kleins af aan, wilde ik al juf worden. Dus... Nou, dat is toch mooi? Opgelucht? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik vind het wel jammer, ook weer, dat ik hier dan wegga. Ja. Ja, dat vinden wij ook. Ja. Dat was al zo vaak gezegd. Ja. 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 Het is wel beter, toch? Ja. Ja. Zijn we klaar, meid? Ja. Spreek ik je nog een keer toe in de aula en dan krijg je nog je rapport. Kom je de laatste dag nog op school. Misschien dat we elkaar dan nog zien, maar dit is ons laatste gesprek. Ja. Goh, ik weet nog dat je in het ziekenhuis lag. Weet je dat nog? Ja, en toen kwam ik nog op visite. Ja. Wat had je toen ook weer? Met mijn bloedplaatjes. Ja, inderdaad, met je bloedplaatjes, hè. Ook vriendin Femi gaat het Jan Arends verlaten om een mbo-opleiding te gaan doen. Ik ga het niet hier missen of zo, na een beetje. Ik wel, heel erg. Maar is het ook niet omdat je tijd zo erg gaat missen? Ja, ook. Maar ook gewoon de school. Ja. Nou, ik haat school, dus ik mis het. Ik zei, nou, ik haat school, dus ik zal het nooit missen. Nee. Maar het is wel zo dat je nu wel iets gaat doen wat je echt leuk vindt. Dus dan... Welke opleiding heb jij je ingegaan? Onderwijsassistent. En dan wil ik daarna de PABO gaan doen. Oh, dat is wel heel leuk. En als ik dat heb gehaald, dan wil ik misschien ook nog doorstromen voor het voortgezet onderwijs. Ja? Ja. Nee, de basisschool lijkt me hartstikke leuk om naar te schrijven. Maar het voortgezet onderwijs lijkt me een hel. Ik zou echt iedereen eruit sturen die maar één woord zegt. Het zou wel goed voor je zijn, denk ik. Gewoon echt voor jezelf opkomen voor die klas. En... Weet je niet? Ja, maar ik wil het eigenlijk al vanaf kleins af aan. Welk vak wil je dan doen op de middelbare? Tekenen. Lois, ik heb me ingeschreven. Bij Holland. Bij Horizon. Gewoon zo'n pauze houden. Ja, ik was echt heel erg opgelucht dat ik eindelijk wist wat ik wilde. Wat heb je wel geprobeerd? Voor onderwijsassistent. Nee, echt? Ja. Voor dezelfde opleiding. Dan gaan we daarna samen naar de PABO. Ja. Maar superleuk. Echt heel leuk. Ja. Oké, okay, HAVO 4. René, HAVO 5. Robin, HAVO 5. Christian, HAVO 5. Rosalie, HAVO 5. Naomi, waar zit je? Kijk eens. Nog een lijst voor jou. Je hebt echt tot het eind toe goed gewerkt, hè? Super knap. Ja, ik heb het geprobeerd. Wel heel knap dat je gewoon serieus bent gebleven, terwijl je wist dat je van school afgelopen. Dat geldt voor iedereen. Ja. Maar je kan tevreden zijn, hè, Naomi? En leuk, leuke opleiding voor volgend jaar. Dus ik heb alle vertrouwen dat het goed komt. Noemi. En Robin heeft het gehaald. Hij gaat over naar HAVO 5. Ik heb een taartje voor je mee. Nou, wat lief van je. Deze is speciaal voor je. Oh, kerel, Pieter. Wow, ik ga hem even uitpakken, want ik vind het zo leuk. Hartstikke bedankt. Ik ga je een hand geven en ik ga je een zoen geven. Heel veel succes op de MBO. Ja, ik hoop echt dat het hartstikke goed gaat lukken. Nou, tot ziens. Heel erg bedankt. Ja, het is heel veel plezier gedaan. Echt. Hele groet aan Roel en aan Mitte. Tot. Oké, okay. Doeg. Collega's, er staat een gebakken pak. Schakel nu over naar 101 TV of naar deschool.bnn.nl. Want wij praten nog even verder over de aflevering. En je krijgt ook te zien hoe het nu gaat met de mensen die in de aflevering zaten. Dus kortom, omschakelen. BNN.